Welkom bij weer een nieuwe kerstverse aflevering van Fast Forward. Vandaag gaan we met docenten en leerlingen in gesprek over de directe gevolgen van de impact van de coronacrisis die ons allemaal bezighoudt. We willen van ze weten hoe het hun werk heeft geraakt. En we willen ook met de leerlingen in gesprek, want er zijn hier en daar wat punten van kritiek. En zoals we weten, op die leeftijd hebben ze alle wijsheid en pacht en denken ze beter te weten hoe we deze shit moeten aanpakken. Dus dat gaan we met ze bespreken. We beginnen altijd met een warming-up oefening. En ik heb een hele leuke bedacht. Ik wil mijn twee gasten, Hint en Vijay, uitnodigen om op de punt van je stoel te komen zitten. En je handen op je knieën te zetten. En dan gaan we drie keer, jullie doen thuis natuurlijk ook mee, hè? Gaat op de punt zitten. Dan gaan we drie keer heel diep in- en uitademen. Komt-ie. Voorzichtig uitademen vanwege corona. Diep inademen nog een keer. En uitademen. Laatste keer heel diep inademen. Zo, dan kunnen we nu in alle rust met elkaar in gesprek. Ik heb jullie al geïntroduceerd, Vijay en Hint. Kunnen jullie even uitleggen waar je werkzaam bent op het ROC? Ja, ik geef marketing en communicatie lessen hier ROC van Amsterdam in Zuid. Ik ben docent Nederlands, mentor binnen team verkoop en lifestyle, dus bij College Zuid. Ja. Ook. Jullie zijn collega's, direct collega's, zelfde locatie. Mag ik aan jou vragen, op wat voor manier heeft alle gevolgen en alle maatregelen jouw werk beïnvloed? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, zeker een grote impact en een grote invloed gehad. Nou, het begon natuurlijk al eind vorig schooljaar. Toen wij te horen kregen dat we dus geen fysieke lessen meer mochten aanbieden op school. Toen zijn we snel overgegaan naar het aanbieden van online lessen. Dus dat is eigenlijk de eerste grote, nou ja, toch een grote impact die het heeft gehad. Dus van fysiek lesgeven naar helemaal online. En begin dit schooljaar hebben we dus ons onderwijsprogramma zo moeten vormgeven om het coronaproof te maken. Waardoor we dus nu zowel fysieke als online lessen aanbieden. Dus nou ja, mijn rol als docent is veranderd. Dus eigenlijk ja, de manier waarop ik lessen geef. Maar ook mijn rol als nou ja, coördinator, als mentor, ja, is ook veranderd. Dat doe ik dus nu ook op een andere manier. En op wat voor manier voel je die verandering direct? Nou ja, ik voel hem natuurlijk in de eerste instantie als docent. Gaf ik normaal gewoon 3 uur per week aan een klas fysiek les. Doe ik dat dus nu 1 uur online en 2 uur fysiek. Mm-hmm. Ik merk het aan de stof die ik aanbied, de band die ik kan opbouwen met studenten. Dat is toch anders. De werkzaamheden die ik uitvoer. Kwalitatief merk ik ook een verschil. Wat vind je van de kwaliteit dan? Nou ja, ik ben zelf altijd heel erg kritisch naar mijn eigen werk. Ik merk dat je toch andere vaardigheden nodig hebt om de leerling zowel online als fysiek goed te kunnen bedienen. Mm-hmm. Waar zit daar het grootste verschil in? Het grootste verschil is dat je veel flexibeler moet zijn. Ja. Ja, en het vraagt ook, ik had het net over met een leerling van mij, de aandacht van een leerling vasthouden online, tijdens een online les, is gewoon veel moeilijker dan fysiek. Je hebt geen invloed op de omstandigheden waarin de leerling zit. Dus je kan er geen grip op pakken. Nee, moeilijker inderdaad, ja. Maar dus ook op het moment, nou ja, als mentor zie ik mijn klas dan gelukkig nog wel fysiek, maar ook 1 uur online. En ik merk dat uur fysiek zoveel meer brengt dan dat uurtje online. Dat is dan meer dat ik heel veel zend en dat ze heel veel ontvangen. Maar echt dat interactieve, dat doe ik dan wel wat meer gewoon op als ik ze op school zie. Dat begrijp ik. Dus dat is wat ik daarmee bedoel, ja. Dankjewel. Vijay, hoe is dat voor jou? Ik ben altijd een beetje een digi-nerd geweest, dus ik paste altijd wel digitale tools toe om mijn lessen leuker te maken. Dus voor jou komt het digitale eigenlijk wel als een verrassing? Dat zou je zeggen, maar het valt vies tegen het online lesgeven. Waarom? Ik merk dat oogcontact hebben met de student en dan zeggen we wel, ja, je moet je camera aan hebben. Maar ja, sommige studenten, we hebben in het begin van het schooljaar nooit systeemeisen aangegeven. Mm. Van ja, computer moet voldoen, het moet een camera hebben. Nee. Of hun camera is stuk. Of ze zeggen dat die stuk is. Of ze zeggen dat die stuk is. Ja. Of ze hebben het tegen het licht in bij het raam. Dan zie je alleen maar een donkere vlek. Ja, ja. En ja, eerlijk gezegd, als iedereen hem aanzet, stabiliteit is ook van internet dan heel slecht. En dan valt de verbinding weer uit. En sommige leerlingen zitten thuis,
Maar wat probeer je dan prioriteit te maken in zo'n situatie? In zo'n situatie probeer ik dan altijd een soort van variatie in een Kahoot. Die kan je altijd online nog spelen, zodat ze een beetje interactief een game variant hebben. En ik tegelijkertijd hun kennis toets. Breakout rooms, maar dan ben je weer afhankelijk. Teams kan nog niet goed breakout rooms. Vanaf de herfst pas hebben ze dat geïntroduceerd. Gaan ze het introduceren? Dus zeggen dat je met kleine groepjes apart. Kleine groepjes apart en dan weer terug. En dan geef ik meestal een opdracht. Zoom heeft het wel bijvoorbeeld, of andere tools hebben het ook. Maak een PowerPoint met je groepje en dan presenteer je dus wat je met je groepje hebt moeten uitzoeken. Dan zijn ze wat actiever bezig. Alleen het is soms lastig om... Ik moet hele teksten wegwerken, hoofdstukken wegwerken, theorie van marketing uitleggen. En soms moeten ze daar ook doorheen. En dan is een half uur op zo'n schermpje kijken heel zwaar. Heb jij ze nog wel eens fysiek of is het alles online? Gelukkig sinds dit schooljaar dan hebben we fysieke lessen. De beroepslessen zijn fysiek. Mm-hmm. Maar ik hoor van collega's van andere colleges dat zij alles online doen. Ik kan me voorstellen, mijn vak economie en marketing is makkelijker online te geven. Maar mijn collega's die danslessen geven, ook in Zuid bijvoorbeeld. Ja, kan ik net zo goed naar een YouTube filmpje kijken hoe mensen dansen. Want het lijkt mij moeilijk om dansles te geven zonder fysiek erbij te zijn. Daar liggen inderdaad grotere uitdagingen. Ja, sport en bewegen en dergelijke. Dat zijn wel uitdagende zaken om online te doen. Snap ik, ja. Hint, zijn er bij jou dingen die fysiek moeten? Vanwege de opleiding? We hebben binnen de opleiding ook beroepsgerichte vakken. Dus denk aan mode of cosmetica. Dat zijn vakken die natuurlijk, die kan je het beste fysiek geven. Nou, ik geef dan Nederlands, dus er zijn wel heel veel elementen die ik online kan aanbieden. Dat doe ik dus ook wel. Maar echt het oefenen, het oefenen met hoe schrijf je in een brief, gesprekken voeren. Dat zijn wel allemaal elementen die je gewoon fysiek wil toetsen en fysiek wil doen met de studenten. En wat VJ ook aangaf, was... we werken natuurlijk wel met... voorheen werkten we wel met digitale werkvormen. Maar het is heel anders als je helemaal online over moet. Ja, dus zo'n Kahoot, dat doe ik ook, maar het is toch... Dan is het extra en nu is het gewoon wat het is. Precies. Dit is nu de basis. Het is nu alleen online dan. En welke verbeterpunten krijg je terug van de leerlingen? Het belangrijkste verbeterpunt is dat studenten heel graag willen dat er een duidelijke koppeling of een duidelijke samenhang is tussen de online en fysieke lessen. Mm-hmm. Dus op het moment dat zij een uur Nederlands krijgen online en daarna een uur fysiek, dan merken ze nu dat het toch wel twee aparte lessen zijn, terwijl het moet één onderdeel zijn, zodat het voor hen ook veel duidelijker is waarom ze iets moeten doen en wat dus ook het lesdoel is. Hè, waarom moet ik dit doen? En dat heeft te maken met de lessen vorige keer. En afleiding. Ze merken dat ze heel snel zijn afgeleid. Is dat dan afgeleid door de elementen die in hun directe omgeving aanwezig zijn? Ja, bijvoorbeeld. Zijn het externe factoren? Kun je daar vinger achter krijgen? Studenten geven aan van ik zit toch thuis in mijn kamer. Ben ik toch snel bezig met andere dingen. Wij zien natuurlijk bij Teams zie je maar 9 cameraatjes van 9 studenten. Dus die anderen hebben wel de camera aan. Maar op het moment dat ze niks zeggen, dan kom je dus ook niet op mijn scherm. Hoe groot is zo'n groep leerlingen die willen aan de andere kant van de computer zitten? Een hele klas, 20 à 25 studenten. Bij jou ook? Ja. Best pittig. En je ziet er dan maar een deel van? Ja, 9. En soms ik 0, want ik heb mijn PowerPoint openstaan met allemaal visuele effecten. En die kan ik niet in Teams gooien, want je moet iets in Teams gooien, maar dan wordt het een platte tekst, PDF. En dan kan je wel naar volgende slide, maar dan zijn die effecten eruit gehaald. Of die filmpjes draaien niet meer. En als ik dus naar mijn PowerPoint ga, omdat ik mijn scherm deel, zie ik de leerling al helemaal niet meer. Dus jij hebt echt het gevoel dat je tegen een blinde muur staat te praten eigenlijk? Ja. Pittig. Ja. En welke... Duisternis. De darkness. welke dingen krijg jij terug van de leerlingen waar je wat mee kan? Of waarvan je zegt, daar hebben ze wel gelijk in. Kijk, want we weten dat ze op deze leeftijd... Ik heb zelf pubers van die leeftijd. Ik heb 2 dochters op het ROC. En ik zie ze struggelen. En ik hoor ze soms ook mopperen en klagen. Maar dan denk ik, maar wat ga je doen als je oplossingsgericht gaat denken? Het zijn dingen die ik terugkrijg, zijn
zaken waar wij als leraren geen rekening mee houden. En zelf heb ik dat ook. Ik zit ook soms les te geven met mijn computer op een strijkijzer. Ja, ik heb geen ruimte thuis. Maar als je dan hoort van leerlingen, ze lopen twee, drie broertjes, nog zusjes rond. Die gillen door het huis en het is druk. Ik krijg mee dat zij daardoor afgeleid worden. En ik krijg mee sociale isolatie, want dat hebben we allemaal meegemaakt. Toen we echt een lockdown hadden, hadden we gewoon helemaal niks te doen. Dat speelt bij die jongeren meer. En ze vonden het toen heel leuk om even naar school te gaan. Want zodra dat mocht, kreeg ik gelijk feedback van dit is veel leuker. En ze missen dus elkaar. En school zou je niet zeggen, maar ze missen school ook. Nou ja, ik snap het echt wel. Sociale contacten, ja, die, alles eromheen. Wat ze eigenlijk missen als ze alleen in hun kamertje zitten naar een schermpje te kijken. Wat soms ook gewoon veel van ze vraagt. En nu heb je dus fysieke lessen, maar er zijn er dan afgelopen tijd weer nieuwe strengere maatregelen bijgekomen. Ja. Hebben die dan nog weer effect op de manier waarop het gaat? Nee, nog niet, want vooralsnog hadden we 12 leerlingen max in een lokaal. Dus dat blijft. Volgens mij die 12 leerlingen... Maar als je dan een groep van 20, moet je die dan opsplitsen? Nee, we geven de helft van... Ja, klopt, we hebben ze opgesplitst dus. Ja. En we geven eigenlijk de helft van de tijd les. Om de docenten niet te veel te belasten. Dus ergens laten we wel iets qua kwantiteit laten we varen. Want ja, je kan niet dubbel les gaan geven. Nee. Dus als je die groepen splitst, dan worden je ook je lessen gehalveerd. Ja. Dus ergens kwalitatief zouden we nog wel wat kunnen winnen. En kwantiteit ook nog, wat dat betreft. Dus jullie erkennen wel een aantal van de punten die de leerlingen aangeven. Ja. Maar zijn er ook dingen waarvan je zegt, werk een beetje mee. Of dat je iets meer flexibiliteit van ze vraagt. Of heb je het gevoel dat we al veel van ze vragen? Ja, ik denk dat we al veel van ze vragen, absoluut. En ook als ze aangeven wat ze nodig hebben, dan ben ik het helemaal met ze eens. Ze begrijpen dat we nu ook online les moeten geven. Dat begrijpen ze, dat snappen ze. Tegelijkertijd hopen ze dat we de lessen zo aanbieden dat ze toch het leuk vinden om online lessen te gaan volgen. Want ze zijn super blij als ze eindelijk naar school mogen komen. En als ze die 2 dagen online hebben gehad, dan denk ik, zo hebben we dat weer gehad. En ik denk, ja, dit is wel iets wat voorlopig blijft, dus we moeten daar wel ook stappen in gaan zetten. Wat voor stappen zouden dat kunnen zijn? Nou ja, in het toch wel kwalitatief beter maken van de online lessen. En veel hebben we geen invloed op, dus denk aan dat je studenten dus niet ziet op een scherm. Nou, dat is gewoon heel vervelend. Maar we kunnen ook wel veel zelf doen, denk toch wel aan scholing, bepaalde werkvormen inzetten. Nou ja, blended learning is gewoon een feit, dus we moeten daarmee omgaan. Ja. Is het, ja. Nou, kwam het voor iedereen als een verrassing. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er in de loop van de tijd progressie is gemaakt, dat we sommige dingen beter in de vingers hebben. Heb je daar voorbeelden van of ervaringen mee? Leerlingen durven zich nu ook meer te uiten. Ik denk dat ze ook gewend zijn geraakt aan hun eigen stem terug horen en zichzelf op een scherm zien. Met het fenomeen selfie, ja, daar hebben ze daar natuurlijk genoeg ervaring mee. Klopt. Alleen dan ook iets zakelijks meedoen, want nu moeten ze echt presenteren en pitchen online. Dat is al een horde die we voorheen eigenlijk nooit overwonnen, want het is altijd fysiek en ze hadden hun lichaamstaal erbij. Dus ze zijn nu puur en alleen op hun vocaal en woordengebruik zijn ze nu aangewezen. En daar hebben ze stappen in gemaakt. Ik denk dat wij als school, want wat ik al zei, we laten uren liggen omdat we gehalveerd hebben. We hebben klassen gesplitst. Maar ik denk dat wij meer nu zijn gaan toewerken aan zelfstandig huiswerk. Dus meer meegeven en dat ook controleren. Wat blended learning werd al genoemd. Mm-hmm. Dus dat zij iets inleveren ergens en dat doen we nu veel meer. Voorheen was het zo, wat je op school doet, heb je af en dan hoef je bijna thuis minimaal nog tijd eraan te besteden. En nu moeten ze veel meer, dat moet bij hun ook inburgeren natuurlijk, veel meer zelf doen. En wij moeten iets meer feedback geven daardoor. Ja. Hoe zit het volgens jou met het begrip van de docenten voor de positie van de studenten? Ik denk dat we inmiddels wel veel besproken hebben. Dus waar we eerst geen rekening mee hielden, de thuissituatie van studenten, of dat niet iedereen een laptop heeft, of dat niet iedereen een goede verbinding heeft thuis. Ik denk dat wij daar nu wel meer rekening mee houden.
Ook nu we weer fysiek bezig zijn. Dan moeten we ook weer rekening houden dat leerlingen soms 10 dagen in quarantaine moeten. Omdat ze zich ziek voelen of wat dan ook. Ik denk dat we daar ook soepeltjes mee omgaan. Maar soms, ik heb laatst van de week les gegeven aan een klas met een leerling gewoon op een computerscherm op tafel. Net zoals was een keer een reclame. Ja, dat wou ik net zeggen. Dus wat toen nog surrealistisch leek, dat is nu gewoon de dagelijkse realiteit. Praktijk. Ja. Heb jij het ook al meegemaakt? Op zo'n manier, dat je gewoon in de klas, maar dat dan toch iemand via de laptop meeneemt? Nee, heb ik nog niet meegemaakt. Even ter afronding, hoe zie je de toekomst en welke gedachten heb je daarbij? De toekomst van het online lesgeven? Ik denk dat we steeds meer toewerken naar zelfstandige, leergierige studenten. Dus dat wij ze prikkelen als we contact met ze hebben. Uitdagen? Juist, en dat we steeds minder gaan zenden. En ik denk dat dat de werkvorm gaat zijn. Hoe ga je dan die zelfdiscipline monitoren als ze ook niet bij je zijn? Inlevermomenten. Ze moeten dan wel hun opdrachten inleveren. Of zij moeten zelf online iets presenteren. Terwijl dus niet dat de docent iets gaat presenteren. Dus wij kunnen het verhaal vertellen. Maar het is beter dat zij een verhaal vertellen aan de hand van onderwerpen die wij dan aankaarten. En zo kan je filteren wat is blijven hangen en wat niet. Ja. En jij? Passen we er meer toe. Ja, ik ben het voor een groot deel wel eens met wat VJ zegt. Nou ja, ik denk dat, weet bijna wel zeker dat dit gewoon blijft. Dus online en fysieke les geven, dus dat blended learning. Ja, studenten andere skills, andere vaardigheden, veel meer zelfstandig, eigenaarschap vergroten. Maar ook wij als docenten zullen waarschijnlijk, denk ik, toch op een iets andere manier gaan werken. En wat is eigenaarschap precies? Nou ja, het stukje verantwoordelijk voelen voor je product, voor wat je doet, voor je eigen studieloopbaan en je eigen schoolcarrière. Dus fysiek kan ik heel makkelijk achter je aan, kan ik afspraken met je maken. Online ook, maar is toch heel anders. Dus we gaan toch wel meer ervan uit dat het echt vanuit de student zelf moet komen. Dus echt inlevermomenten, presentaties inderdaad, informele en formele contactmomenten. Ja, dat zijn denk ik elementen die wel veel meer op de voorgrond gaan treden. Ja. Dankjewel. Jij ook bedankt voor jullie input. We gaan zo meteen in gesprek met een aantal leerlingen. Maar voor we dat gaan doen, kijken we naar een filmpje. In dat filmpje horen we Jotte en die is in gesprek met eindbaas Alma. Hallo Jotte. Ik heb even een paar vragen ga ik stellen aan Jotte Kuilder. Zij werkt bij de HR afdeling van het LOC van Amsterdam Flevoland. En zij is onze expert in werkdruk. Nou, wat wel duidelijk is, is... ik bedoel, het is een onderwerp wat veel genoemd wordt. Hè? Er is veel stress in het onderwijs. En dat is ook gewoon echt zo. Dus daar kun je heel lang en breed over praten. Of hoe of wat. Maar het is wel een waarheid die staat als een koe. Dus je kijkt dat binnen onze organisatie de helft van de mensen te hoge werkdruk ervaart. En dat percentage is wel echt lager in andere sectoren, niet onderwijssectoren. En dan moet je nagaan dat we het nog niet eens slecht doen in vergelijking met de mbo-sector. Waar begin je als het gaat over werkdruk? Ja, dat is altijd een beetje het grote vraagteken. Het is inderdaad een heel groot onderwerp. En het lastige is dat het dus voor twee mensen niet hetzelfde is of niet gelijk is. En dat de oorzaak kan verschillen voor verschillende mensen. Dus je kunt niet als organisatie zeggen, oké, we gaan nu dit doen en dan is het allemaal opgelost. Zou leuk zijn. Dat is fijn, zouden denk ik allemaal heel blij van worden. Maar dat gaat het niet worden. Dus hoe vlieg je dat dan aan? Jij gebruikt een model, hè, volgens mij. Het is gelukkig een onderwerp waar heel veel onderzoek naar is gedaan. Dus de literatuur kon ons daar al een heleboel over vertellen. En na jaren van onderzoek hebben ze daar een goed beproefd en getest model ontwikkeld. En dat heet het Job Demands Resources model. En dat klinkt heel spannend, maar het is eigenlijk heel simpel. Namelijk, het idee is dat iedereen in zijn werk dingen heeft waar hij stress van krijgt. Dat noemen ze dan stressoren.
en dingen waar je energie van krijgt, dus energiebronnen. En wat onderzoek uitwijst is dat dat dus vooral een beetje in balans moet zijn. Dus als je meer stress hebt, heb je meer energiebronnen nodig en andersom. Dus, want een heleboel energiebronnen, maar helemaal niks wat stress geeft, is ook niet goed. Dan ga je richting een bore-out, dan ga je gewoon lopen vervelen. Een wat? Een bore-out? Bore-out, ja. Oh, niet een burn-out, maar een bore-out. Je hebt beide termen. Dus te veel energie ga je richting burn-out en te weinig stress en te veel energie ga je richting een bore-out. Dat kan ook, dat kan gebeuren. Zou in het onderwijs denk ik niet zoveel voorkomen. Want uitdagingen genoeg. Maar goed, je hebt dus dat model met die twee soort van dingen die in balans moeten zijn. Energiebronnen en stressoren. En als we het hebben over werkdruk. En in organisaties zijn we vaak bezig met eigenlijk alleen maar de stressoren. Dus waar krijg je stress van en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk oplossen? Maar wat blijkt nou ook uit onderzoek is dat het ook vooral heel goed werkt om te kijken naar, hey, waar krijg je energie van in je werk? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat meer wordt en dat je dat beter gebruikt? Of dat je meer energiebronnen organiseert? En je kunt ten eerste, als je zelf iets aan je werkdruk wil doen, gewoon al eens kijken van, oké, waar krijg ik nou eigenlijk stress van en waar krijg ik energie van? Maar als je het op een wat groter plaatje wil kijken en uit dat er bepaalde energiebronnen zijn die voor de meeste mensen gelden en bepaalde stressoren. En die energiebronnen kun je dan denken aan een stukje autonomie, aan sociale steun van je team, van je leidinggevende. Dus we vinden vooral werk ook leuk als we onze collega's leuk vinden. Maar ook een stukje feedback krijgen. Je kunnen ontwikkelen, kunnen experimenteren, nou, al dat soort dingen. En even simpel gezegd is het dus, je kunt gewoon proberen meer van dat te organiseren. En wat kan je zelf doen? Ja, dus wat ik zei over dat je, als je echt zelf iets aan je werkdruk wil doen, dat dan vooral de focus op die energiebronnen, die helpt heel erg. Omdat als je heel erg focust op wat er misgaat, wordt het ook heel groot. We hebben ook als mens al de neiging om meer de negatieve dingen te zien, hè, dan de positieve dingen. Ja. Dus je kunt eigenlijk bijna met soort van oefenen kun je je hersenen trainen om die balans wat rechter te maken door een focus op dat positieve. En dan is het natuurlijk wel nog aan de organisatie, want dat is ook belangrijk om te kijken naar die stressbronnen en hoe kunnen we nou dingen anders organiseren dat dat beter gaat. Maar daar je als persoon, als individu heel erg mee bezighouden, daar word je niet zo blij van. Dankjewel, het was een mooi interview om te zien tussen Eindbaas, Alma en Jotte. Nieuwe termen gehoord, ik hoorde iets bore-out. Ik zou willen opteren dat we de term puberteit veranderen met bore-out periode. Want die pubers die zien er de hele tijd uit alsof ze zich vervelen, toch? Vier nieuwe snuitjes hier aangeschoven, Tim, Teun, Jamie en Delvegio. Jullie gaan het geluid van de studenten, van de leerlingen vertegenwoordigen. Ik wil graag bij jou beginnen, de dame. Hè? Dames gaan eerst. Hoe ervaar jij deze periode van veel thuis zitten, veel thuiswerken en urenlang staren naar de laptop? Vermoeiend. Ja. Vermoeiend? Ja. Ja, het is nieuw. En sowieso, je moet eraan wennen, maar ik maar merk... we zijn toch al gewend, want het was voor de zomer en nu zijn we alweer na de zomer. Ja, voor mij, ik moet er aan wennen. Het is een nieuwe opleiding voor mij. Oké. Doe het dus pas. Ja. Maar hoe ik het nu ervaar, ja, het is vervelend. Ja, te veel. Kun je vertellen wat je vervelend vindt? Ja, het is lastig, omdat je zit alleen maar achter een scherm. Je moet opletten, je moet focussen, proberen te focussen. Het is een hele andere omgeving waar je zit, dus concentratie is heel lastig. Welke opleiding doe je? Verkopen cosmetica. Oké, okay. Ja. Dus je bent van Hint. Van Hint, ja. Ja. Hoe is het voor jou, Delvegio? Ik vind het heel chaotisch. Chaotisch? Ja, klopt. En jij bent iemand die houdt van structuur, rust, ruimte en regelmaat? Zeker. En waar zit de chaos dan in, volgens jou? Nou, je hebt bijvoorbeeld in de tijd voordat we online les hadden, had je lopende opdrachten. Mm-hmm. Vervolgens moeten we online les volgen en dan krijg je er nog opdrachten bij. Mm-hmm. En dan heb je een bepaalde planning gemaakt voor de lopende opdrachten, maar die moet je helemaal weggooien omdat je meerdere opdrachten krijgt in één. En zo... Flexibiliteit?
Ja, maar na een tijdje begint dat een klein beetje moeilijk te worden, want je krijgt steeds meer. En je moet het oude moet je ook nog afmaken, zeg maar. Hmm. Dat is het moeilijke eraan. Oké, okay, kijk even naar Teun. Ja, het contact met de docent is gewoon eigenlijk compleet omgedraaid. Het is... Ja, vroeger hadden we een hekel aan docenten, toch? Ik heb ook op school gezeten. Ja, het liefst had ik zo min mogelijk contact met mijn docent. Ja, buiten de les wel. Maar in de les zit je er toch om contact met de docent te hebben, omdat hij iets, of zij iets weet waar jij voor in de schoolbanken zit. Ja, dat is... En ja, in de klas is het contact gewoon zo fijn en snappy, zeg maar. Als er één ding gebeurt, komt er meteen een antwoord op het bord bijvoorbeeld, of wat dan ook. En nu, ja, de stof of het onderwerp wat wordt besproken, komt gewoon veel moeilijker over een scherm. En ook omdat er vertraging in zit. Dus het contact is gewoon eigenlijk zo anders, wat niet fijn is voor in de les. Nou, dan kan ik nog even luisteren naar Tim. Ja. Jij hebt waarschijnlijk een heel ander geluid, of niet? Nee. Nee. Wat ik vooral mis is de persoonlijke begeleiding. Ik ben nou stagiair. Ik moet best wel veel dingen doen, onderzoeken. Iets meer toelichten, stagiair? Marketing en communicatie. Ik loop stage bij het project waar we nou zitten voor Fast Forward. Okay. Het is een pittige stage. Nou heb ik een goede stagebegeleider die me daarbij helpt. Maar je mist gewoon de persoonlijke begeleiding vanuit school. En ik heb niet echt het gevoel dat we daarin gehoord worden. Wel door de docenten voornamelijk, maar minder door de overheid. En ja, het is toch moeilijk, want als je een vraag hebt en je stuurt een mail, kan het weer zijn dat je 2-3 dagen moet wachten tot respons. Terwijl als je in een klaslokaal zit en je hebt een vraag die je nodig hebt om verder te gaan, dan kan er direct antwoord op gegeven worden. En dat is iets wat nou langer duurt, waardoor jij bepaalde deadlines bij wijze van niet kan halen. En dat is iets waar ja, ik en ik denk mijn medestudenten ook, waar we erg mee zitten. Oké. Okay. Dan heb ik jullie alle vier de gelegenheid gegeven om even te bitchen op wat er aan de hand is. Ja. Dan zou ik jullie alle vier willen vragen om even na te denken en met een voorbeeld te komen hoe je dat kan omgooien. Hè? Wat kunnen we doen om het beter te maken? Want we kunnen natuurlijk heel lang zitten mopperen van ja, dit is niet goed en dat werkt niet. Maar wat kunnen we bedenken om bij te dragen aan de oplossing? Dat vraag je op. Wat extra's te doen. De docent bijvoorbeeld te vragen om verlenging. Maar je gaf net aan dat je al te veel te doen hebt en nu wil je er nog meer bij. Ja, het kan altijd ietsje meer gebeuren, maar het is vooral... Maar wat, je gaf aan als probleem chaos, toch? Ja. Welke oplossing zou jij kunnen bedenken om ervoor te zorgen dat die chaos minder wordt? Vragen of ik wat langer de tijd kan krijgen voor een bepaalde opdracht. Of... Mm-hmm. Alright. En wat kan er gebeuren om jouw pijnpunt of je probleem te tackelen? Ja, ik denk wat mij heel erg stoort is de concentratie om zo lang vol te houden online. Ik denk als je als docent of hoe dat dan gaat, dat het misschien beter is dat wij zelf in de les online bijvoorbeeld kunnen vertellen over waar we van leren en welk onderwerp waar we mee bezig zijn. Dus dat wij zelf meer kunnen doen online. Dus niet dat wij steeds stil moeten zijn en de mic uit moeten houden. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Je wil niet alleen maar ontvangen. Ja. Dus dat er een docent aan de andere kant is die op een soort saaie stem alleen maar informatie jouw kant op gooit. Maar dat jullie ook actief een bijdrage kunnen leveren. Zeker, ja. Ik denk dat toch wel dan wat meer uitdaging is in de lessen daar. Dit lijkt me een hele goede werkbare oplossing ook. Ja. Teun, heb jij iets? Nou ja, ik denk mbo-opleidingen zijn praktijkgericht. Ik denk dat we de focus meer moeten verleggen naar de praktijk. Bij de opleidingen heb je natuurlijk ook vakken die iedereen moet volgen, zoals Nederlands, rekenen en Engels bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die zijn eigenlijk veel meer geschikt om online te geven dan de praktijklessen. Dus als bijvoorbeeld een docent Engels, rekenen of Nederlands die online blijft geven en misschien ook aan grotere groepen, dan komt er ook lokaal ruimte en tijd vrij om je meer op de praktijk te gaan richten. Ook een direct uitvoerbare, werkbare... Ik denk dat de docenten die mee zitten te kijken... Ik hoop... Jullie maken aantekeningen, toch? Ik hoop het wel, want ik hoor die bruikbare dingen. Grootmeester Tim, wat heb jij bedacht? Nou, voornamelijk versoepelingen. Harde deadlines blijven staan, terwijl het toch moeilijker is om contact te hebben met bepaalde docenten, begeleiders, handtekening binnenhalen, onderzoeken doen. Ik denk dat de harde deadlines, dat daar rekening mee gehouden moet worden. Wil je iets meer speelruimte? Ja, iets meer speelruimte. Dat je kan aangeven van, ik hou het niet en dat komt door de hele situatie. Hou daar rekening mee als docent zijnde. Is dat nu niet het geval? Nee, ik heb niet het gevoel dat het nou het geval is. Nee, zeker niet. Ik denk dat als organisatie zijnde, net zoals met de stage, ik had moeite met de stage vinden.
er zijn een aantal mensen binnen mijn opleiding geweest die daardoor bijna van school af zijn getrapt. En het is niet hun schuld dat zij geen stage kunnen vinden. Zij doen daar hartstikke hun best voor. Het is de schuld van de crisis. En daar wordt geen rekening mee gehouden. Hey, maar dat lijkt me stug, want ik heb net met twee docenten gesproken. Mm-hmm. Maar die gaven aan dat ze heel veel begrip hebben voor jullie situatie. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen, is het echt zo dat als je ja. geen stage vindt, dat ze dan zeggen op dieven? Nou, ik heb een aantal leerlingen gehad die moeite hadden met stage en die zijn bijna van hun school afgetrapt. Ja, die hebben een harde deadline gekregen. Als je na het weekend geen stageplek hebt, dan word je weggebonjourd. Ik heb 30, 40 bedrijven afgebeld. Ik ben een week later begonnen. Ik heb recht op een week minder vakantie, omdat ik een week later ben begonnen. Maar ik heb wel 30, 40 bedrijven afgebeld. En ik denk dat in dat opzicht dat er meer versoepelingen vanuit de organisatie gekomen moeten worden. Mm-hmm. Van, nou, die harde deadline, misschien moeten die wat opschuiven. En ik ben ook erg bang dat het papiertje wat ik haal, mijn diploma, dat die minder waard wordt. Omdat er crisis is. En ik denk dat als ik het werkveld wil betreden, dat heel veel werkgevers denken van, oh, maar hij heeft zijn papiertje in de coronacrisis gehaald. Is dat wel zo moeilijk geweest? Ja, maar je kan ook zeggen, hij heeft zijn papiertje in de coronacrisis gehaald in die tijd. Was er een crisis, dus blijkbaar is hij goed in oplossingen bedenken, flexibiliteit betrachten. Het kan ook een voordeel zijn. Ik snap wat je zegt, mm-hmm. hè, die coronadiploma, maar dat hoeft niet zo te zijn. Want nee, maar wat je zelf al aangeeft, iedereen is zich bewust van de uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt. Klopt, zeker. Ze denken vaak de stagebedrijven of de bedrijven waar je gaat werken als je een diploma hebt, dat de eisen versoepeld zijn om je diploma te halen omdat er corona was. Maar dat is helemaal niet zo. Dus de eisen blijven hetzelfde, maar de omstandigheden zijn moeilijker. Dus uiteindelijk zijn mensen met een corona-diploma eigenlijk meer hun best gedaan. Dat is precies mijn punt. Ja. Ja. Maar goed, als we dat geluid nou vaak genoeg naar buiten brengen, dan is dat toch ook wel iets waar naar geluisterd moet worden? Ja, dat zou ik wel denken. Is er voor jou sprake van stage? Ja. En hoe is dat gegaan? Voor mij ging dat wel soepel. Ik heb al een bijbaantje bij Ethos. Dus ik kon gewoon vanuit dat baantje eigenlijk meteen door om te vragen van, hey, kan ik daar stage lopen? Dus voor mij was het eigenlijk niet zo'n moeite om aan een stageplek te komen. Maar ik denk, heel veel klasgenoten in mijn klas die hebben daar wel heel veel moeite mee. En was er bij hun dan ook de dreiging van, als je volgende week niet hebt, dan ga je maar weg? Nee. Bij ons is dat niet zo heftig geweest. Oké. Okay. Ja. Maar je ziet wel klasgenoten struggelen om een stage te vinden. Een klasgenoot van mij die was aangenomen en alles was getekend. En uiteindelijk was gebeld onderweg terug van, we gaan het toch niet aan je geven. Want we zien ik kom even nu op het woord hoor. In je tijd, blijf ademen, je komt erop. Ik kom even niet op het woord hoor. Maar ze vonden dus dat ze niet genoeg was voor de stage. Oké. Maar volgens mij was dat een. En het was kort nadat het gesprek was geweest en al besloten was van we gaan het doen. Ik denk wel binnen een uurtje dat ze alweer werd gebeld, ja. Dat is lelijk. Ja, en ik denk dan eerlijk gezegd niet dat het echt gaat om de inzet die zij dan toont. Dus denk ik eerder dat zij toen zagen van het wordt steeds lastiger, corona en zo. Dat ze toch daaraan zijn gaan twijfelen. Dat ze toen heeft gebeld van hey, het wordt niks. Dus op basis van het gesprek gaat ze van die inzet hier is. Dat klinkt inderdaad wel als een smoes. Ja. Hoe is het met jou in stage? Ik heb een hele lange periode stage gezocht. Alleen heb ik van heel veel bedrijven te horen gekregen van, we vinden het toch net iets te riskant om je aan te nemen vanwege corona. Of ik heb geen antwoorden terug gehad. Heb ik vervolgens gebeld. Geen reactie van het bedrijf. Uiteindelijk kreeg ik op eind augustus kreeg ik te horen van, je hebt verlenging om stage te zoeken tot en met 18 september. Heb ik me weer rot gezocht. Is alsnog niet gelukt. Zou ik eigenlijk in een vervangend traject komen, dat ik een bepaalde opdracht van school zou krijgen. Uiteindelijk heb ik toch de kans gekregen om bij Moos stage te lopen. Bij Moos in Hilversum Mediapark. Okay. En daar loop ik nu sinds kort loop ik daar stage. En stageuren hoef ik niet per se te halen als ik daar goed wegga en goed werk heb afgeleverd. En ja, zo moet het dan eindigen. Oké. Okay. Nou heb ik begrepen dat jij redelijk activistisch bent ook. Dat beeld die je wil laten zien, toch? Ja, ik ben naar de demonstratie geweest en ik zou graag willen laten zien wat daar gezegd wordt. En als je zegt de demonstratie? Dat is de demonstratie om te zorgen dat leerlingen weer persoonlijke begeleiding krijgen. De demonstratie die gaat over wat leerlingen nodig hebben en wat ze vragen aan de overheid en aan de organisaties en aan de scholen. En ik denk dat het goed is om daarnaar te luisteren naar de punten die zij benoemd hebben. En daar heb je wat beelden geschoten? Ja. Correct. Gaan we nu naar kijken. Fijn.
Hallo Jotte. Ik heb even... Nee, dit hebben we al gezien. Kijk, daar komt hij. De studenten, de groep die zich continu ontwikkelt en voor het eerst op zichzelf mag en op zichzelf volwassen wordt, heeft elkaar ook echt nodig. Studeren kun je niet alleen. Je kan niks alleen. Dit is te merken. Mensen zoeken elkaar op. Dat hebben we nu allemaal gemerkt en de gevolgen hebben we nu ook te merken. Nou, jullie houden je in elk geval netjes aan de anderhalve meter. Ja, dat was verplicht ook. We werden op stip gezet. Ja. Hoe is dat binnen school eigenlijk, die anderhalve meter situatie? Lukt dat? Bij ons gaat het wel goed. We hebben ook beveiliging. Het is ja, sowieso qua indeling in de klas heel vaak de stoelen anderhalve meter. Dus je kan eigenlijk niet naast elkaar zitten. Dat was heel lastig. Door de school, ja... We hebben mondkapjes die we op moeten doen voor de beveiliging ook zeker. En voor onze eigen veiligheid. Tijdens het verplaatsen? Ja. Mondkap op? Gangen, ja. Hoe is dat voor jou? Ik ben eigenlijk een hele lange tijd niet op school geweest. Oh, je bent een stage aan het lopen in Hilversum natuurlijk. Klopt. Maar daar hebben ze dat soort dingen toch ook? Ik denk het wel, maar ik heb pas geleden gehoord dat ze na de persconferentie van vorige week... hebben ze de kantine juist opengegooid in plaats van dicht. Oké. Okay. Bijzonder. Ja. Jij, Teun? Ja, bij het gebouw waar ik mijn opleiding volg, heb ze wel, zeg maar, voor bij de ingang is er een heel soort van hygiënestraat ingericht met waar je je handen kan ontsmetten en dan ook kan schoonmaken verder. En als je binnenkomt, ja, er staan overal borden met dat je anderhalve meter moet houden en hoeveel mensen er in het klaslokaal mogen. Bij mij zijn dat er maximaal 8. Dus we hadden al een eigenlijk tekort aan lokaalruimte. En door dit is dat eigenlijk nog erger geworden. Want je hebt dus een docent en dan plus 8 studenten. Dus ja, het onderwijs op dat moment wat je dan krijgt is wel beter, omdat de docent meer aandacht voor je heeft. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon heel vervelend om de hele tijd te moeten letten op die anderhalve meter. En in de gangpaden gaat het er gewoon eigenlijk helemaal niet. Dat lukt niet? Nee. Tim? Wij hebben hele looppaden in onze school zijn ingericht, zodat iedereen weet welke kansen op moeten lopen en hoe ze naar buiten moeten lopen. Nou kan ik niet zeggen dat iedereen zich eraan houdt. Maar ja, voornamelijk wordt er wel rekening mee gehouden. Mondkapjes zijn bij ons tussen haakjes verplicht. Het wordt aangeraden, gelieve, voordat je het gebouw binnenstapt. Verplicht, maar het hoeft niet, maar liefst wel, maar het hoeft niet, maar als je wil, ja, alsjeblieft toch maar wel. Ze kunnen het niet helemaal verplichten, maar het is wel echt een advies wat nageleefd probeert te worden. Mm-hmm. Voor de rest, we hebben... Dringend advies, toch noemen ze het? Ja, een dringend advies. Ja. We hebben een hygiënische ruimte waar je handen kan schoonmaken. En inderdaad, zoals Teun aangaf, dat er maar een aantal mensen in het klaslokaal mogen zitten. En op die wijze proberen we er zoveel mogelijk aan te doen. Welke maatregelen zouden jullie zelf bedenken? Hè? Stel je nou eens voor, je bent de overheid. Dit is aan de hand. Je hebt te maken met studenten, mbo. Fysiek les, online les. Wat zou jij verzinnen om het allemaal soepel te laten verlopen? Nou, er zijn heel veel plekken leeg, omdat heel veel kantoren zijn leeg. Want er mogen geen mensen zitten of te weinig mensen zitten. Er zijn zoveel panden die leeg staan. En ik denk dat je dat heel goed in kan richten. Je kan sportaula's inrichten. Er zijn zoveel grote plekken, hele evenementenlocaties staan leeg, waar je anderhalf meter kan waarborgen. Waar je zoveel dingen kan doen. Waar je zoveel lessen kan geven, als je dat maar goed indeelt. Dus jij ziet de samenwerking met de RAI bijvoorbeeld? Bij wijze van. Of een sportaula of een evenementenlocatie. En dan heb ik het niet alleen namens de mbo-studenten, maar ook hbo-studenten en universitaire studenten die thuis zitten. Mm-hmm. Die natuurlijk ook persoonlijke begeleiding nodig hebben. En wij kunnen naar school. Maar of 600 man in een kerk in Staphorst. Ja, bij wijze van. Dat we daar een les gaan volgen, toch? Dat is ook een mogelijkheid. Bij wijze van. Toch creativiteit. Creatief, zeker. En zou jij dan... Het is een goed idee. Moet ik eerlijk zeggen, ik vind het een goed idee. Zou je dan de uitvoering van dat idee niet bij wijze van stageproject door leerlingen kunnen laten uitvoeren? Gemonitord door docenten? Ja, ik denk zeker dat het mogelijk is. Maar kijk, dit is iets wat vanuit de overheid moet komen en niet vanuit de scholengemeenschap. Ja, maar je kan ook zeggen, als het niet van top-down komt, dan gaan wij het van bottom naar boven brengen en ze erop wijzen. Ja, misschien is dit iets wat ze niet gezien hebben. Zij zijn natuurlijk in paniek, die mensen. Die moeten een crisis oplossen. Ja. Het lijkt me heel lastig om dan overal meteen de oplossingen te kunnen zien. Ja. En het is niet raar dat de mensen in het veld de oplossing sneller zien. Dus als die aangeven van, hey, luister, volgens mij hebben we hier een mogelijkheid. Maar daar zijn die demonstraties voor. Ja, maar is een demonstratie de manier, denk je? Nou, dat is wel de manier hoe wij ons als collectief moeten en kunnen uiten. De enige manier, momenteel. En heb je het idee dat dit iets heeft opgeleverd? Is er aandacht?
Nou, ik heb nog niet de minister-president over dit soort zaken horen praten, als ik eerlijk ben. Zo weinig hebben ze het over onderwijs. Ja, over studenten. Niet. Die persconferentie. Zit je klaar met je leverworst en je blokjes kaas? Gaat het weer niet over jou? Klopt. Dat is balen. Wat zie jij voor je? Nou ja, eigenlijk inderdaad wat ik net zei. Ik denk dat we de focus meer in tweeën moeten splitsen tussen praktijk en de theorievakken. Als je zorgt dat de vakken die makkelijker online te volgen zijn, dan heb je veel meer tijd en ruimte over om je... En dat is nu niet het geval? Nee. Nu krijg je ook praktijkvakken krijg je online, terwijl dan leer je eigenlijk niks. Terwijl als je... Zeg maar, je moet eigenlijk met de... Geef eens een concreet voorbeeld. De belangrijkste kernvak. Bijvoorbeeld, ik ben student media en redactie. Media en redactie. Dat doe je in Noord? Ja. Welk jaar zit je? Ik zit in het laatste jaar, derde jaar. Ja, mijn dochter zit in het tweede jaar. Oké, nou. Als je bijvoorbeeld de les audiovisuele vormgeving neemt, ja, dan leren we filmpjes maken, het bewerken ervan, het editen. Dat gaat niet online. De docent moet aangeven hoe gebruik je die camera. Moet het voordoen. Wat voor scène wil ik? Dus dan zou jij bijvoorbeeld de fysieke les Nederlands willen ruilen voor zo'n les? Precies. En dat is, dan maak je dus ook, omdat we nu al, eigenlijk voor corona hadden we al tekort aan lokalen. Als je zorgt dat een docent Nederlands, die kan een theoretische les die een uur duurt, kan ze makkelijk aan 40 mensen tegelijk geven online. Waardoor er misschien wel 2 lokaalruimte van een uur vrijkomt, waar dan weer een fysieke les audiovisuele vormgeving kan komen. Goed punt. Heb je dit al eens aangegeven? Nee, nog niet. Want ik loop nu stage. Dus ik loop nu stage. Dus je kan toch een mail sturen met je jongens, ik heb even nagedacht, dit is mijn plan. Dat had ik inderdaad kunnen doen, maar doordat ik stage loop, kom ik dus nu minder in aanraking met de school, waardoor ik nu minder... Ja, maar je kan ook zeggen, ik moet straks weer terug naar school. Laat me dit vast fixen, zodat als ik terugkom, dat ik niet in die oude situatie terechtkom. Ja, daar heb je gelijk. Vooruitdenken. Ja. Stuur je zo'n tikkie. Hoe is het met jou? Wat heb jij bedacht? Ik vind sowieso om te beginnen, Teun's idee vind ik een heel mooi idee. En om eerlijk te zijn heb ik zelf niet echt iets hoe het zou kunnen verbeteren. Maar dan moet je nu beginnen met nadenken. Nee, dat snap ik, ja. Maar wat, als je nu nadenkt, waar kom je op? Nou, het simpelste wat ik nu denk is de klas door 2 te splitsen. 1 helft op 1 moment online les te geven. En... Maar dat gebeurt. Toen ik net in gesprek was met Hint en Vijay, heb ik begrepen dat al gebeurt. Dat klassen gehalveerd worden, ook om hun niet de werkdruk te zwaar te maken. Dus dat is... Ja, dus... Is dat niet online? Want wij zitten in een online les wel met de hele klas. Oké, dat is... Dus dat is wel lastiger dan... Waar zij het over hadden, zijn de fysieke lessen. En jullie hebben het over. Maar je wil dan de online lessen ook splitsen? Nou, de online lessen niet per se, maar dat je bijvoorbeeld een deel van de klas komt dan op school. En dan een ander moment komt het andere deel van de klas op school. Dus dat je toch wel het goed kan splitsen. En de goede ruimte voor elke leerling en aandacht, zeg maar. Ja. Kan verdelen over een kleinere groep, maar toch wel veilig houdt, zeg maar. Ik hoop dat jullie thuis, de docenten die thuis meekijken. Ik ga ervan uit dat jullie driftige aantekeningen maken, want het is wel goud wat we hier mee krijgen aan tips. Heb jij er nog één? Nou, ik vond het idee wel goed van bijvoorbeeld de evenementen, zalen en al dat soort dingetjes, dat we daar dus de ruimtes die de ruimte gewoon zijn. Kunnen pakken. Die kantoren die leeg staan, dat we daar gewoon meer fysiek lessen krijgen eigenlijk. Want het is nu eigenlijk waar we online lessen, dat we het eigenlijk het meest last van hebben. En dat het dan beter is als we daar fysiek daar lessen van kunnen maken, als dat kan. Ja. Dan zouden we twee vliegen in 1 klap slaan. Want dan kunnen we en de evenementensectoren, sommige bedrijven dan zouden we kunnen steunen. Ja. En studenten kunnen weer meer praktijk en fysiek onderwijs volgen. Het mes snijdt aan 2 kanten. Ja, ik stuur ook een tikkie schaks. heel goed, heel goed. En hoe is het met corona? Zijn jullie er bang voor? Nou, eerlijk gezegd niet echt. Ik hou er wel rekening mee. Maar het is niet zo dat ik bang dat ik er doodziek van word. Ik vind wel dat we er allemaal rekening mee moeten houden en dat we erop moeten passen. Maar hoe weet je dat je er niet doodziek van wordt? Nou, omdat ik heb niet het gevoel dat ik er doodziek van ben. Ik bedoel, we weten allemaal de RIVM-cijfers. Natuurlijk zijn er voornamelijk de erg oudere mensen die er erg ziek van worden of dood van gaan. Ik ben best een sportieve jongen, dus ik maak me daar geen zorgen om. Ik maak me wel zorgen om dat door de hoeveelheid besmettingen die er nou zijn, dat weer een stijging gaat maken, waardoor er nog meer dingen sluiten, een algemene lockdown komt en waardoor studeren nog een stuk moeilijker wordt. En we hebben het al zwaar. Dat is waar ik me zorg. Dat is een oprechte zorg van jou. Ja. Hoe is het met jou? Ben je bang voor corona? Nee, ik ben er niet bang voor, maar ik moet er soms wel een beetje met bij mezelf met de vuist op tafel slaan hoe mijn leeftijdgenoten
studenten ermee omgaan. Wat bedoel je? Nou ja, die nemen het totaal niet serieus. Gisteren had ik nog een gesprek met een jongen op Snapchat. Die had op zijn story geplaatst: jongens, doe niet je mondkapje op in het OV, want wij hebben er toch geen last van. Dus niet daar tijd en aandacht aan besteden. Toen zei ik tegen hem van, en toen had hij ook een screenshot gepost van een fake nieuwspagina, dat het heel ongezond is om een mondkapje te dragen. En toen heb ik hem juist een universitair stuk gestuurd en zegt: voordat je iets zegt, lees dit nou even, want het helpt gewoon. En zelf ben ik er niet bang voor, maar ik hou wel zoveel mogelijk de anderhalve meter. En als ik gewoon zie op Instagram en op Snapchat hoeveel mensen dat niet doen, hoe gewoon thuis een huis vol staat, gewoon te feesten, denk ik: ja, jij hebt er misschien geen last van, maar morgen ga je naar de supermarkt en daar is het al moeilijk om anderhalve meter te houden. En dan steek je iemand aan en die gaat weer naar de volgende, die steekt weer iemand aan. Dus je moet niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de anderen, zonder dat je daar meteen iets van ziet of van voelt. Dankjewel. Rafael, ben jij bang? Ik persoonlijk ben niet bang. Ik vind het alleen af en toe wel moeilijk om de regels na te leven die er zijn. Hoe uitzicht dat? Nou, bijvoorbeeld, dan loop ik met vrienden in de stad en dan ga ik niet echt denken van: oh, wij houden nu die anderhalf meter. Loop ik gewoon naast ze en dan gewoon praten, zonder dat ik het door heb dat wij dichterbij zijn dan die anderhalve meter. En op zo'n moment denk je niet van: oeh shit, stel dat eentje, dan kan ik ook, dan ben je niet meer bezig? Op dat moment denk ik daar niet aan. Hmm. Oké. Okay. En jij? Ben je bang voor corona? Nou, ik ben niet bang voor corona, nee, maar ik denk... Ja, ik probeer me sowieso aan de regels te houden. Ik vind het heel lastig, dat is het meer. Omdat ik had, ja, het is in één keer dat je nu niet meer met, ja, je kan wel met vrienden afspreken, maar dat je die anderhalve meter moet houden. En het is, ik vind het heel lastig om dat eigenlijk die regels na te leven. Je houdt van knuffelen? Ja, zeker. Dat is op zich niet slecht. Even kijken hoor, ik ga nog op zoek naar een vraag voor jullie. Want dat is iets wat ik net hoorde toen ik met de docenten sprak. Dat als jullie online les hebben, dat zij het heel moeilijk vinden om te voelen wanneer jullie nou gefocust zijn of niet. Wat zijn de grootste dingen die je afleiden wanneer je online lessen volgt thuis? Het is gewoon heel verleidelijk om ook even op een tweede tabblad YouTube te openen. Als er even gepraat wordt. Dat is gewoon heel lastig. Maar dat kan je toch ook daarna, bedoel ik? Dat kan zeker. En dat is ook volgens mij wat jij net zei. De interactie tussen de docent en de student moet beter. Het is eigenlijk meer dat aan het begin van de les wordt er gezonden door de docent. En dan is het helemaal achteraan. En zijn er nog vragen? Het moet een constante wisselwerking zijn. Als er een hoofdstuk of een onderwerp wordt besproken, wat ik zelf al... Want je, sommige dingen weet je zelf al. Gewoon als het over iets gaat waarin ik zelf al veel van weet, denk ik: oh ja, ik hoef nu even 10 minuten niet te luisteren. Dan dwaal je af voor jezelf. En dan heb je misschien niet door dat er alweer bij een volgend onderwerp zijn beland. Dat is gewoon lastig. En als er meer interactie zou zijn, zou dat veel makkelijker zijn. Kijk naar jou. Ik heb het precies hetzelfde als wat Teun heeft, bijvoorbeeld YouTube. Maar mijn online lessen waren ook heel vroeg in de ochtend. En dan had ik altijd van: weet je, het is toch maar voor een anderhalf uurtje, dus ik kan ook laat naar bed gaan. En dan is het 10 uur 's ochtends en dan ben ik nog niet wakker genoeg. Zeg ik even dat ik er ben, ga weer even liggen. Aan het einde van de les log ik weer even in en dan... Dus een soort spijbelen bij je laptop? Nou, niet een soort spijbelen noemen, maar ik... Maar ja, als je zegt ik ben er en je gaat weer lekker liggen slapen en je komt aan het eind, joe, bedankt. Ja, is toch een soort spijbelen, toch? Eigenlijk wel. Een cyberspijbel. Klopt, maar ik zit alsnog wel in de les. Ik hoor af en toe ook wel wat dingetjes mee. Je hoort zelfs misschien nog wel eens wat. Ja, het is niet dat ik echt voor als een blok slaap. Ik waardeer je eerlijkheid, man. Dat vind ik wel echt te gek. Maar? Ja, ik hoor af en toe dingetjes mee. Maar het is vooral dat ik even mijn ogen dicht lig en even lekker rusten. En dan, ja. Hoe is dat bij jou? Is er veel afleiding thuis? Nou, bij mij valt het wel mee thuis, gelukkig. Mijn moeder is ook bezig online, ze mag ook niet naar werk. Dus als ik thuis ben, zit ik ook gewoon bij haar aan tafel. Dan probeer ik ook gewoon focus te zijn. Maar het is denk ik ook wat hij aangaf, van dat er, het wordt in het begin uitgelegd wat we moeten doen. En daarna zijn het van: oké, jullie mogen aan het werk en that's it. Zijn er nog vragen en is het klaar. Dus dan is het zo snel dat je concentratie weggaat. Dat je niet bezig bent. Je bent eigenlijk niet zelf aan het woord. En als dat gebeurt, dan denk ik wel dat je dan in de les zit. Soort van. We gaan iets doen. Zie je daar die camera? Zie je hem? Als het goed is, dan gaat daar nu een lampje branden. Kijk, daar zitten allemaal docenten te kijken. Pak je moment.
leg je verzoek bij die docenten neer? Nou, ik vind dat als wij les hebben, dat er meer vragen moeten worden gesteld over waar we het over hebben. Meer gesprekken moeten komen, dus dat we niet opnieuw staan de hele tijd. En dat er meer connectie is via de camera. Ja. Jij ook. Spreek ze direct aan. Pak je moment. De lessen mogen wat meer inhoudelijk, want we hebben maar een half uurtje per dag. En als we alleen maar een uitleg krijgen over wat we voor de volgende dag af moeten hebben, krijgen wij niet genoeg informatie en laten jullie ons aan ons lot een beetje over. Teun, die camera, voor jou. Ga je gang. Ik zou het heel fijn vinden inderdaad als er de connectie weer terugkomt. Dus een onderwerp wat jullie bespreken, je leert niet alleen maar als ik alleen van jullie hoor. Jullie moeten ook weten hoe wij erin staan en hoe ver we al zijn met bepaalde dingen. En als er inderdaad wat mijn andere student zei, de connectie, het gesprek weer terugkomt. Het moet niet van één kant komen. En als inderdaad de Nederlandse rekenen en Engels docenten ook even opletten. Jullie zullen in mijn mening misschien wat grotere groepen online moeten lesgeven, zodat er ruimte vrijkomt voor de praktijklessen. Dankjewel. En dan de nieuwe minister van Onderwijszaken. Ik zou graag een versoepeling willen zien. Hou rekening met de moeilijke tijden die wij als studenten ook hebben en de moeite van persoonlijke begeleiding. En ik denk dat jullie daar gewoon punten moeten pakken. Dat jullie eens vanuit ons perspectief kijken hoe moeilijk de dingen zijn. Ik bedoel, ga zelf maar eens een stage zoeken in deze gekke tijden. Het is niet te doen. Het is gewoon niet te doen. En ik denk dat jullie daar gewoon meer rekening mee moeten houden. En hadden deadlines versteld moeten worden. En samen persoonlijk met een student moeten kijken van, is dit wel haalbaar voor jou? Is het op deze manier haalbaar? Hoe gaan we daar samen in werken om het haalbaar te krijgen? En ik heb niet het gevoel dat jullie daar momenteel genoeg rekening mee houden. Oké. En om het toch leuk af te sluiten, gaan we hetzelfde rondje terug doen. Gaan we weer in de camera kijken, maar dan komen we met een positief iets. Ter afsluiting, wat gaat er wel goed? Wat er wel goed gaat is dat... dat vind ik een hele moeilijke vraag, eerlijk gezegd. Ik vind het heel goed dat de 1,5 meter gewaarborgd wordt op school. Dat er persoonlijke hygiëneplekken zijn. En dat jullie daar harde maatregelen nemen. Daar ben ik trots op. Dank jullie wel. Teun? Ja, ik zie wel dat jullie heel erg je best doen om te begrijpen hoe wij erin staan. Soms is het gewoon heel moeilijk om van jullie... Positief. Ja, ze doen heel erg hun best, maar het kan soms wat beter. Maar ik denk dat we hier ook heel veel van kunnen leren. Dus ik denk, corona zal er nog heel lang zijn. Maar ik denk dat we stapje bij stapje er allebei beter uit gaan komen. Heel goed, dat zeg je ook. Op de camera, iets positiefs. Ik ben blij dat jullie in korte tijd toch een heel online programma konden maken voor ons. En ik ben ook blij dat jullie voor alle leerlingen die geen stage hadden, toch nog een stage hebben kunnen regelen. Yes. En jij nog even? Ja, ik vind het fijn dat er goede beveiliging is op school. Dat we toch moeten houden aan 1,5 meter en mondkapjes. En dat de klassen zo zijn verdeeld. Dat we gewoon, als we naar school gaan, dat we gewoon met een kleine klas zitten. Dat we dan gewoon goed de 1,5 meter kunnen houden en geen contact kunnen maken. Wat ik eigenlijk hoor, wat ze eigenlijk gewoon niet willen zeggen, want het zijn natuurlijk ook gewoon een klein beetje stugge pubers hier en daar. Ze missen jullie gewoon. En jullie missen de docenten, toch? Had je nooit gedacht dat je later op een moment in je leven je docent zou missen? Ja. Nou, dat vind ik ook wel heel erg. Dus kijk maar in de camera en zeg, ik mis je. Zeg het gewoon. Kan jou het schelen? Hè? Ja, ik mis jullie. Ja, precies. Dat is het. Nou, hartstikke mooi. Wel, ja. Hartstikke mooi. We zijn aan het einde gekomen van deze editie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie inzet. En natuurlijk ook de twee docenten die we net hadden, Vijay en Hint. We gaan nog wel even afsluiten. Dus we gaan weer op de punt van onze stoel zitten. Handen op de knieën. En dan gaan we 3 keer inademen. En bij het uitademen doen we dat voorzichtig, want we willen geen corona. All right? Komt-ie. 2e keer in. Laatste keer in. Dankjewel. Een applaus voor jezelf. En tot de volgende.